Heerenveen, Sparta, ja, we moeten het altijd vragen, want langste tijd heb je toch bij Heerenveen als speler meegemaakt. Ga je dan toch daarheen dat je nog veel bekenden ziet en vind je het leuk? Ja. Ja, ik kom er natuurlijk regelmatig, vakmatig en hobbymatig. Dus ik voel me daar altijd thuiskomen. En destijds ook van Riemen van der Velde en van Weile Frits Korbach geleerd. Door de voordeur weggaan, dan kan je ook door de voordeur weer naar binnen. Dat is daar gelukt. Nu is Heerenveen altijd een lastige wedstrijd. Dat zal ongetwijfeld misschien nu ook zijn. Maar ze zitten in een hele slechte fase. Een rode kaart gekregen met Sint-Justen. En thuis hebben jullie misschien wel de beste wedstrijd dit seizoen ook tegen Heerenveen afgeleverd. Kortom, ga je met een lekker gevoel erheen dat je denkt van dit kan wel eens goed komen? Nou ja, we zijn te spreken over hoe we er zelf op staan. Ik denk dat dat het beste en belangrijkste uitgangspunt is. En daar waar je je voordeel denkt te kunnen halen. Op wat voor manier dan ook en om wat voor reden dan ook, ja, daar zal je iets moeten doen. Ik denk dat ons eigen gevoel daarin voorrang krijgt boven hoe het met de tegenstander gaat. Al die weken zeg je, ik kijk niet naar beneden. Toch zijn er wel weer concurrenten die punten hebben gepakt met Go Ahead Eagles, met ADO. Begint het toch niet wat penibel te worden? Nou, jij probeerde net aan mijn verstand te peuteren dat het allemaal erg opportunistisch is met betrekking tot de top 3. Ik denk ook niet dat het verstandig is dat je er zelf zo mee omgaat. Het is wel een feit, laten we dat niet ontkennen. Je moet zelf resultaten halen. Met nog 6 wedstrijden te gaan, weet je wat je te wachten staat en wat je te doen staat. Niet alleen het spel, maar ook in het aantal punten dat je moet halen. Ja, ook daar reizen we morgen naartoe om 3 punten te halen. En niet om maar te kijken wat er misschien nog voor ons in het vat zit. Nu zijn jullie niet gewend in een week 3 keer te spelen, in 6 dagen tijd 3 keer. Nou, je hebt je ongenoegen daarover uitgesproken. Betekent dat ook dat je wel veel moet muteren, omdat sommige spelers gewoon het fysiek misschien niet helemaal aankunnen? Nou, het is wel een overweging. Het is natuurlijk niet helemaal waar dat we niet gewend zijn, want we hebben het al 2 keer eerder meegemaakt, ook met deze korte rustperiode. Als het al een overweging, en normaal gesproken is het al een overweging, maar dat is het nu zeker, want je hebt in korte tijd 3 spelers, of 3 wedstrijden in 6 dagen. En we hebben 2 spelers die vorige week met de onder 19 ploeg onderweg zijn geweest. En daar waar sommige jongens bij ons een neutrale week hadden, als je het hebt over fysieke arbeid, ja, hadden die zelfs 3 wedstrijden te verteren. Nou, daar zijn we A niet blij mee en B moeten we daar op een goede manier mee omgaan. Ja, vorig jaar heb je bijvoorbeeld in de eerste divisie vaak in die midweekse wedstrijden Michel Breu, je aanvoerder, gespaard. Misschien ook logisch, aangezien die al achter in de 30 is, wat oneerbiedig, maar je weet wat ik bedoel. Betekent dat dan ook dat je hem misschien aan langs kant houdt? Misschien wel, ja. Wat zou daar dan toch de overweging kunnen zijn? Want het is wel een belangrijke pot en ja, voor hem misschien ook leuk om daar terug te komen. Ja, die dingen die spelen natuurlijk wel allemaal mee. Maar wat veel belangrijker is dat we, of het nou bij hem is of bij iemand anders, dat je daar waar mogelijke blessure of overbelasting op de loer ligt, dat je dat voorkomt. En wat dat betreft denk ik dat we een uitstekende selectie hebben om op die plek, maar ook op andere plekken, eventueel een andere neer te zetten. Je bent ongetwijfeld natuurlijk ook al met die wedstrijd van vrijdag bezig, die derby tegen je oude club Excelsior. Ik heb me net laten vertellen dat ze bij Excelsior even not amused zijn, want een van je assistenten is door jou daarheen gestuurd. Leen van Steensel staat daar bij de training om daar eigenlijk enige informatie al in te winnen. Ja, wat vind je ervan? Dat ze daar ontstemd zijn? Ik hoor dit nu. Leen is door mij daar niet heen gestuurd. Wat Leen wel regelmatig doet. Leen is verantwoordelijk voor de analyses. Is dat hij zich zelfs op de analyse voorbereidt. Dus ik denk dat je dat in dat licht moet zijn. Dus je moet zien. En eigenlijk vind je het ook logisch als een training open is. Dan kunnen daar ook gewoon tussen aanhalingstekens spionnen heen gaan. Ja, het woord zegt het al. Hè. Als het openbaar is, dan is het ook open. Wat dat betreft, Leen neemt zijn werk zeer serieus. Als je al analyses gaat voorbereiden. Analyse is een voorbereiding op een wedstrijd. En nu hebben we dus een voorbereiding op een voorbereiding van een wedstrijd. Ja, ik waardeer dat wel. Tot slot, wie kunnen er niet bij zijn? Nog steeds hetzelfde rijtje blessures? Ja, hetzelfde. Die zijn nog steeds niet vriends. En de jarige Bergkamp.